Welkom in Utrecht, Jeroen. Dank je, dank je. Ik denk dat iedereen mijn situatie kent en dat ik graag wil spelen. En, ja, op dit moment Utrecht mij die kans heeft geboden. Vrij snel gegaan vandaag. Gesproken met de trainer en met de technisch directeur. En uiteindelijk een goed gevoel en ja, zin om hier aan de slag te gaan en te zorgen dat we Europees voetbal halen. Ik denk dat iedereen zijn kwaliteiten kent. Het is natuurlijk een keeper met een enorm cv. Ik denk dat hij zich meer dan bewezen heeft in Nederland, maar ook internationaal. Hij heeft Champions League ervaring, hij is de tweede keeper van het Nederlands elftal. Geweldige prestaties geleverd bij PSV. Ik wil week in week uit spelen. Utrecht heeft mij die kans geboden. Natuurlijk moet ik presteren om dat ook waar te maken. Ik heb ook nog andere doelen. Dat is aan het einde van het seizoen een EK. En ik wil gewoon weer laten zien dat ik kan keepen. Hij heeft natuurlijk meerdere opties gehad en toch voor FC Utrecht heeft gekozen. Maar dat zegt ook iets over FC Utrecht, over de ambities die wij hebben. En dat wij ook groeien als club zijnde. Het is een mooi stadion en goede sfeer. Ik denk dat als het een beetje vol zit, elke tegenstander ook tegen het publiek speelt. Maar de resultaten hier zijn wisselend geweest met PSV. En, ik kijk ernaar uit om hier nu vaker te gaan spelen en goede resultaten te gaan halen. Volgende week vrijdag thuis tegen ADO. Heb je er al zin in? Ik heb zin in deze vrijdag. Die komt als eerste.